Hallo, goede. Het is nog morgen. Mijn batterij is bijna leeg. Shit. Het is vrijdag en het is officieel geen mamadag. Maar de aankomende 3 vrijdagen zijn wel mamadagen. Omdat Nikki in verband met vakantie van zijn collega's 3 vrijdagen moet werken. Dus ik ga lekker vloggen. Ik heb net baby gezwommen, daarom dit haar helemaal nat. En nu ben ik druk bezig met de wasjes en het huis opruimen. En vanavond gaan wij bowlen met de matquad. En ik wil een cadeautje voor iedereen maken die komt. Dus daar ga ik nu mee beginnen. Dit heb ik gemaakt. Dus mijn bowlingballen. En die ga ik nu hard maken in de oven. Ik zal het eindresultaat wel laten zien. Oké, hier heb ik dus een tas vol met de bowlingballen die een beetje mislukt zijn. Een Red Bulletje en een snoepje. Voor iedereen die komt. En ik heb voor Jessica nog iets kleins voor omdat ze zwanger is. Afdingen blond voor Nick, omdat hij het georganiseerd heeft. En ik heb ook nog een knuffel, maar dat laat ik zo zien. Nu eerst eventjes de boel opruimen en Olivia eten geven. Ik heb een prakje met persik en dat vindt ze heel lekker. Dus dat ga ik nu eventjes geven. Het wordt dus echt een veel te druk weekend, dus ik ben alvast aan het koken voor morgen. Morgen ben ik uit eten met vriendinnen, maar dan kan Nikki gewoon chicken tonight eten met pultjes. Dus daar ben ik nu alvast aan het koken. En Olivia zit er gezellig bij. We leven op 31 augustus. Yay! 31 augustus. Het is mamadag. Het is woensdag. Het is tijd om weer te vloggen. Want dat was ik eventjes... Het was er even bij ingeschoven. Ik had zoveel samenwerking. Had ik ook al wel verteld in 2 vlogs geleden. Dat er heel veel samenwerkingen aan zitten te komen. De helft is ongeveer nu voorbij. Dus dat ben ik aan het afronden. Maar ik vond het alweer tijd om gewoon mijn vlogcamera op te pakken. Nu. Het is weer woensdag, mamadag. Vandaag gaan we naar Trust. En Olivia gaat mee, want het is mamadag. En ik zei tegen Trust van ja, ik kan wel op woensdag, maar het is mamadag. Dus dan komt wel Olivia mee. Ze zei ja, is goed hoor. Dus ik hoopte eigenlijk dat ze zei, laat het een andere dag doen. Maar hè, dan doen we het gewoon met Olivia erbij. En dan moet je je wel goed gedragen, hè? Ja, want we gaan naar Trust. Ja. Olivia slaapt nog niet echt goed door. Zo... Vannacht was ze bijvoorbeeld 4 keer ben ik eruit geweest om even de speen erin te doen. Dus eigenlijk kan ze wel doorslapen. Misschien moet ik er niet uitgaan en moet ik er gewoon zelf in slaap laten vallen. Maar ik ging een beetje googlen en zo. En toen kwam ik er toch wel achter dat ze haar ochtenddutje echt wel veel te lang is. Zij heeft eigenlijk een ochtenddut van 1,5 tot 2 uur. En een baby van 5, 6 maanden... gaat eigenlijk naar een ochtenddut van 3 kwartier. Zodat de middagdut wat langer is. Dus ik heb haar net na 3 kwartier eruit gehaald. En ze lag echt zwaar in coma. Maar ik zei al, jij gaat gewoon 's nachts beter slapen. En met deze slaap gaan we niet ineens even de nacht inhalen. Gaan we gewoon niet doen. Dus, fingers crossed dat ze nu goed doorslaapt vannacht. Dat dit de holy grail was. Om de ochtendslaapje niet te lang te laten duren. Misschien als dat het niet is. Dan mag ze gewoon voor mij weer doorslapen in de ochtend hoor. Want ik vind het verder niet erg. Maar zo'n kort slaapje.
het geeft mij wel minder ruimte, zal ik maar zeggen, op de dag. Ik vind het pittig. Ja, ik had bedacht, ik ga de weekvlog even editen in dat slaapje. Maar 3 kwartier is wel kort. Voordat je opgestart bent, kun je er bijna alweer uithalen. Maar goed, it is what it is. We gaan in ieder geval van alles doen. Ik hoor dus wel eens op Instagram, je ziet al andere moeders en die zeggen: clean when the baby is awake, chill when the baby is asleep. Dus nu is ze wakker. We gaan sowieso eerst een meloenhapje geven. En daarna gaan wij de was doen. Hè? Zolang jij wakker bent, gaan wij lekker schoonmaken. Ja, dus daar gaan we mee beginnen. En als zij op bed ligt, ga ik mezelf klaarmaken voor trust en zo. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat lopen. Ik ben benieuwd met die nieuwe slaapritme ding. We gaan het zien. Oké, het meloenhapje is op. En een beetje pindakaas. Pindakaas ging alleen niet zo goed erin. Misschien omdat het zo'n andere smaak is dan meloen. Dat snap ik wel. Het is markt hier in het dorp. Op woensdag altijd. Dus ik dacht, daar wil ik eigenlijk een soort van gewoonte van maken om eventjes naar de markt te lopen. Ik heb me aangekleed. Wat is een meisje? Dus we gaan eventjes een rondje wandelen en dan op de markt kijken. Of daar misschien lekker goedkoop groente en fruit is, want alles is duur op het moment. Dus ik hoop dat de markt een voordeliger optie gaat zijn. Voor ons. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain of brain. We zijn weer thuis. Ik heb er op bed gelegd een flesje gegeven en op bed gelegd. Ik had deze gehaald. De yoghurt rozijnen vind ik altijd echt heerlijk. En Nicky die eet altijd ongezouten noten. Een mix, dus die heb ik ook gehaald. Maar dit was dus samen 9 euro. Echt super duur. Dus dit was niet echt voordeliger. Maar ik heb ook eieren gehaald, 20. En die had ik het idee dat die wel wat voordeliger waren. Want het was 20 voor 40, 40 euro. 20 voor 3,95. En vlees leek wel goedkoper daar. En in ieder geval lekkerder dan in de supermarkt. Dus volgende week, kijk, voor deze week had ik al vlees gehaald, dus dat kunnen we laten gaan. Maar volgende week haal ik wel op de markt vlees en groenten, denk ik. En toen kwam ik thuis, stond er een pakketje voor de deur. De Crawlings nemen je mee op groot avontuur naar Villa. Downton Abbey, op DVD nu. Is dat een serie of is het een film? Film. En er zit dus een wijntje bij. Dus dit zijn gewoon goede pakketten om opgestuurd te krijgen. Downton Abbey. Een kaart. Wat zit hier dan in? Heel benieuwd. Oh, zit jullie even in? Oh, er staat een bloemgift op. Dus ik denk dat dit droogbloemen zijn. Oh, het is zo lastig met één hand. Gaan we roetjes even neerzetten. Ah ja, droogbloemen. Oh, dat vind ik wel leuk. Dat ga ik in een vaasje op tafel zetten. Dus, nou ja, dat moet wel een stuk ad bij dan nu. Nou, het is niet dat ik betaald krijg. Het is meer dat ik hier een stuk gekregen. Oh, 7 september pas te publiceren. Ai, ai, ai. Dat is jammer, want ik heb het nu al gefilmd. Oké, even round-up. Vandaar, omdat we naar Trust gaan, is mijn planning echt helemaal in de... Ik plan normaal gesproken om haar slaapjes en zo heen. Maar nu moet ik om 1 uur bij Trust zijn. Dus zij is iets eerder, heb ik haar gevoed, dan eigenlijk zou moeten en zo. Vet irritant, maar goed.
Maar ik wil ook niet trust appen van ja, ze ligt nu op bed, bla bla bla. Dus ik ga het gewoon aanpassen aan trust. Rond 12 uur wil ik wegrijden hier. Ik heb misschien wel dat ik misschien een klein kwartiertje later ben in verband met Olivia. Ik hoop dat ze dat begrijpen. Ik hoop niet dat ze een meeting hebben later. Na mij meteen door weer een meeting hebben. Want eigenlijk gebruik ik dus woensdag altijd om het huis te poetsen. En helemaal vandaag, omdat we dit weekend gaan, een weekendje weg met mijn ouders. Superleuk, komt denk ik een aparte vlog van, denk ik. Dus ik wil eigenlijk het huis spik en span hebben. Dus ik ga nu eerst mezelf klaarmaken, zodat ik en de tas inpakken. Dus als Olivia wakker wordt, dat we meteen kunnen gaan. Dat ga ik nu eerst doen. En dat betekent luiertas inpakken. Ik neem ook maar een flesje mee voor de zekerheid. Dus dat ga ik nu doen. Eventjes mijn haar gedaan, make-up op en omgekleed. Want ik vond het toch niet leuk wat ik aan had. Nu is het over 10 minuten 12 uur en dan gaan we. Dus ik laat Olivia lekker slapen tot 12 uur. Dan maak ik haar wakker. En dan gaan we naar trust toe. Ik heb er zin in. En toen heb ik na trust echt helemaal niks meer gevlogd. Wat erg. Maar ik kan jullie wel updaten over iets leuks. Ik kan jullie wel een beetje updaten over wat ik allemaal gedaan heb. Als eerste was het gesprek met trust niet zo leuk. Ze gaan mijn contract stopzetten. Dus die sponsor heb ik niet meer. Daar baal ik wel echt enorm van. Maar ja, het is niet anders. Dus per 1 oktober heb ik geen samenwerking met Trust meer. Helaas. Nou, toen kwamen gisteren mijn ouders oppassen. En ik wil dus, als ik een weekendje wegga of op vakantie ga, wil ik gewoon het hele huis schoon hebben. Dus dat ik thuis kom, dat weer alles pik en span is. Dus dat heb ik nu gedaan. Eigenlijk is het hele huis schoon. Behalve hier de woonkamer en de keuken heb ik niet gedweld. Stofzuigen en dweilen, dat moet ik nog doen. En ik ben nu rustig aan alles aan het inpakken. Nou, dit is dan het kratje met kleren en de draagzak. Dit is het resultaat van gisteren van het poetsen. Dan heb ik hier... Oh, rustig. Wat is er? Oké, ik heb een aankleedkussen mee, vond ik handig. Wipstoel. En dit is een geheime box. Dit is een escape room. Een portable escape room. Dus die gaan we dit weekend doen. Maar dat zie je dus dan wel in de vlog. De luiertas. Speelkleed. En wat boekjes. En daar komt nog wat speelgoed bij. En dan heb ik een zwemtas voor Olivia. En dan heb ik eigenlijk alles ingepakt voor Olivia. Dan hoef ik alleen nog maar voor ons even de spulletjes in te pakken.